Island Games. Afgelopen zondag werden ze voor de derde keer gehouden en geopend door burgemeester Hoeksema. Een heleboel prominenten deden mee, onder andere Ron van Wamel, de plaatselijke favoriet, maar ook de winnaar van vorig jaar, Wout Zijlstra, die ooit derde werd bij Sterkste Man van de Wereld. Kijk u mee naar de Highland Games. Hiermee open ik deze fantastische Spelen en ik ben er trots op als burgemeester van Den Helder dat we dat hier in Huis Duinen mogen doen voor de derde keer. Dankjewel. Goed, dank u wel. Dames en heren, uw applaus voor de burgemeester en voor die kerels die het allemaal gaan aandurven. Twee keer die slinger tussen de benen door en dan de explosie en dan moet hij. Eigenlijk moet er meteen al, maar oké. Okay. Ja! Ik vind het prachtig, ik vind het een schitterende show. En ik ben ook onder de indruk van wat deze mensen met deze zware stenen en deze zware gewichten kunnen doen. U heeft gezien dat ik zelf ook heb mogen meedoen. Nou, dat was een gewichtje van 5 kilo. En nou, dat moet je al over zo'n lat krijgen. Dat ging dan wel, maar als je 25 kilo, nou, dat valt niet mee. Wat vindt u ervan dat de Highland Games in uw gemeente wordt gehouden? Vind ik prachtig. Het is al voor de derde keer dat we dat hier doen. En dat wil dus zeggen dat de organisatie perfect is. Ik ben ook trots op de mensen die dat hier iedere keer voor elkaar weten te krijgen. Want het is belangrijk voor de mensen die in onze gemeente wonen, maar ook voor onze toeristen, dat er interessante evenementen zijn. En dit is natuurlijk toch heel interessant. En als ik dan, ik kijk nu op een natuurlijke tribune, dat is de dijk. Het is hier een prima plekje. Attentie! In open, make ready. Highland Games in Huis Duinen Den Helder. Vaar! Goed zo. Highland Games komen oorspronkelijk uit Schotland. Vandaan, vanuit de middeleeuwen, daar waren ze al met boomstammen aan het werpen, stenen gooien. En daar hebben ze eigenlijk een soort wedstrijd van gemaakt. Is het populair? Het is in Schotland met name en in Amerika is het zeer populair. De wereldkampioenschappen zijn ook dit jaar in Amerika. Europa is het, vooral Zuid-Europa is het wat minder populair, maar in de noordelijke landen ja, doen we heel veel met dit soort wedstrijden. Nou, u hebt het misschien... Voor de hoeveelste keer wordt het georganiseerd in Nederland? Dit is officieel voor de derde keer Nederlands kampioenschap Highland Games. Wie doen er allemaal mee? Wie doen er allemaal mee? Ja, natuurlijk... Wout Zijlstra, de titelverdediger, kampioen. Hij heeft ook het wereldrecord hooggooien in handen. En verder doen de Berend Vedenberg doen mee, sterkste man van Nederland, sterkste man van Europa. Dan hebben we meer Janno Hams, Ron van Wamel en nog een aantal sterke gasten. Hier komt hij hoor, hij gaat ver komen. Ja! Waar strijden ze vandaag precies om? Ze strijden ten eerste natuurlijk voor de titel, de Nederlandse titel, wat hun recht geeft op een plaats bij het wereldkampioenschap, wat volgende maand gehouden gaat worden in Colorado in Amerika. Ja, dit zijn natuurlijk belangrijke titels, daar doe je het voor, daar train je voor. En, deze titel probeer ik zeker weer te winnen. Ik zal hem ook winnen. Dat weet ik bijna wel zeker. Want ik ben er klaar voor. Maar ja, ik ga altijd weer voor de titel. Hij roept over de 5 meter 73. Hoe vind je het tot nu toe gaan? Ja, het gaat best. Het is jammer als ik zo'n druk seizoen heb. Dat heb je wel begrepen. Ik moest gisteren en eergisteren naar Finland voor een zware wedstrijd. En, ja, bijna niet geslapen, hele dag gereisd om hier te komen, hele nacht. Want het was boven in Finland ergens, in de Rimboe. En dat hoort erbij. Ons leven is hard wat dat betreft. Het is altijd wedstrijden en je gaat elke keer weer stuk. Maar ja, een beetje rust zou niet verkeerd zijn geweest om nog even hoger te scoren. Maar voor mijn gevoel gaat het toch niet slecht. De hoogte passer. Berend Vedenberg, de beer uit Borculo. En hoe sterk is de beer vandaag?
1, 2 en dan die explosie. Heb jij een bepaalde specialisatie? Nou, daar hebben we dus eigenlijk net gehad, het hooggooien. Dan zit ik altijd met Wout een beetje te stangen over het wereldrecord. Hij is daarin op dit moment gewoon superieur in. Goed, heeft hij voor niks een wereldrecord. En ik zit hem altijd bij de Jenne van, ik pak hem nog een keer af. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat ik met de motivatie er meer toe heb, omdat ik een besluit voor mezelf heb genomen. Maar als ik hem daarmee kan motiveren om het nog iedere keer weer scherper te zetten en hem daarmee te helpen, zou ik hem niet nalaten. Highland Games in Den Helder, wat betekent dat voor jou? Een gezellige dag. En dat is, ja, dat is mijn sterkste man, wij strijden ook zo, maar dit is ja, de harmonie onder de jongens onder elkaar. De wedstrijdelement, het spel, zodat het bedreven wordt, dat is, ja, dat is gewoon iets unieks. Ik weet precies wat hij doet. Heeft hij het al zo vaak gedaan. En wat scheelt het? En wat scheelt het? En tot zover de Highland Games in Den Helder die net als vorig jaar werden gewonnen door Wout Zijlstra. En door deze overwinning zal hij ons land vertegenwoordigen op het WK in Colorado dit najaar.